Goedemorgen iedereen. Ik ben op weg terug van school naar huis en ik was aan het denken aan het gesprek dat ik deze ochtend in de auto had met mijn kinderen. Ik heb een zoon van 16 en een dochter van 14. En we waren aan het spreken over het multiversum. En zegt mijn zoon tegen mij, ja mama, weet je wat dat is, het multiversum? Geloof je in het multiversum? Ik zeg, ja, ik weet wat dat is. Ik zeg, ja, wat denk jij dat is? En dat was hij aan het uitleggen. En dus in ons gesprek, hadden we het eigenlijk over hoe dat de keuze zouden maken. In elk moment bepalen in welk multiversum, in welk onderdeel van het universum dat we terechtkomen. En dat is het stuk waarin dat, we waren dan bezig over tijdsreizen en astraalreizen en al die dingen. Ja, dergelijke gesprekken heb ik met mijn kinderen. Maar daarom zitten ook mijn kinderen natuurlijk. Wat ik daarnet aan het denken was, is dat heel veel mensen, heel veel volwassen mensen zelfs, en ja, kinderen al zeker dan, nog veel onbewuster natuurlijk, die maken keuzes en blijven zitten in situaties omdat ze ervan uitgaan dat is hetgeen dat is en ik heb geen controle over mijn realiteit. Maar dat is het net. Wanneer je je wat gaat gaan verdiepen en wat gaat gaan inlezen of jezelf gaan ontwikkelen en hoe zeg je dat? Gaan studeren is niet het juiste woord, maar je snapt wat ik bedoel. Dan ga je zien dat het universum waar dat we in leven en de reden waarom dat we hier als een mens in, dus in energie, in mensenvorm hier rondlopen, is eigenlijk allemaal superduidelijk. Het is zo eenvoudig en toch maken we het allemaal zo super moeilijk. Zeker wanneer dat je nog niet wakker bent, ja, dan loop je zo bewust en zo slapend door het leven. En dan heb je inderdaad constant het gevoel dat het leven je overkomt en dat je het slachtoffer bent van allerlei systemen en wat dan ook. Op het moment dat je wakker begint te worden, is natuurlijk de valkuil dat heel veel mensen inlopen. En dan komen ze eigenlijk terecht in een nieuw systeem, een nieuwe matrix, alleen onder de naam spiritualiteit. En dan krijg je stukken als van, wanneer je spiritueel bent is het niet oké. En dan moet je alles die te maken heeft met veel geld en welvaart en luxe en al die dingen, dat is niet oké. Want dan gaan ze bijvoorbeeld vanuit hoe dat de boeddha's leven. Of de boeddhisten liever. Maar dat is gewoon één keuze, één realiteit dat die mensen, die zielen gekozen hebben. Spiritualiteit zegt niks daarover bijvoorbeeld. En dat is het moment waarin ik ook vaak spreek van geitenwolle sokken spiritualiteit. Omdat dat zijn mensen die heel veel naar de yoga gaan, die heel veel mediteren, maar ze veranderen niks aan hun eigen energie. Ze veranderen niet aan de manier waarop ze denken, ze veranderen niet aan de manier hoe dat ze leven. Ja, sommigen, en heel veel mensen, die gaan natuurlijk gaan leven en die gaan biologisch gaan eten en die gebruiken geen medicatie meer. En dat is goed, hè? Dat is goed. Maar eigenlijk gaat het daar niet om. Integendeel. Het gaat om het emotionele uitzuiveren en het mentale hier, dat helder zetten en daar de nodige veranderingen aan te brengen. En dat is het stuk waarin ik merk dat heel veel mensen denken dat ze het weten. En dat is een stukje ook gecreëerd door de spirituele matrix, dat mensen dan in komen vast te zitten. Omdat ze denken van, ik moet alles weten over mijn vorige levens. Ik moet weten hoe de namen van mijn hitsen zijn. En ik moet weten waar, op welke frequentie dat ik nu zit. Nee, je moet dat allemaal niet weten. De grootste taak, en uiteindelijk het grootste stuk waar dat ontwaken over gaat, is gewoon leren zijn. Leren zijn en blijven leven en trillen en functioneren vanuit een hele hoge energie die verbonden is met onvoorwaardelijke liefde en dat in alles wat je denkt, zegt en doet neerzetten hier in het leven.
Dat betekent ook wanneer je geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld met onverwachte rekeningen of het systeem, het 3D-systeem van de Matrix van belastingen. Zoals dat ik dit jaar ook meteen aangelopen heb, rond sociale bijdragen en heel die regelgeving daar rondtrent en voorwaarden en wat dan ook. Of dat ik eigenlijk al jaren voordien ook al tegenaan liep. Ik had nooit ergens recht op, omdat dat ik altijd ergens wel tussenuit viel. En ik heb dat al vaak ook besproken in andere video's. Dan is het punt waarop je keuze maakt. Ga je gewoon terug mee in de Matrix en ga je leven volgens de voorwaarden die gesteld worden vanuit de oude wereld en de oude energieën, of ga je je eigen nieuwe regels stellen? En zoals degenen die mij al wat langer volgen, die mij kennen, die weten dat ik nooit doe wat anderen zeggen. Integendeel, als ze zeggen, je moet zo doen, dan ga ik zeggen van, watch me. Ik ga mijn hand op een andere manier doen. En dat is ook trouwens de enige reden waarom ik rondloop. Een van de redenen. Maar het probleem is dat heel veel mensen niet durven te springen zoals dat ik spring. Ik heb al heel vaak op punten gestaan dat ik helemaal weer opnieuw begonnen ben. Nu nog dagelijks loop ik ook tegen stukken aan in de Matrix, die vanuit de Matrix mij terug proberen klein te houden en terug te duwen. Maar mijn koppigheid en wie dat ik ben, weigert langs alle kanten om daaraan toe te geven. Omdat ik weet dat het ook anders kan. En het is aan mij om dat ook te tonen aan jullie, dat inderdaad ook anders kan. En dat is wat de wet van assumptie, dus hoe zou ik het heel simpel uitleggen? Het gewoon altijd verwachten en ook geen andere alternatief toelaten. Want heel vaak zijn mensen van, ja, dat is hetgeen wat ik het liefste wil. Maar ja, als dat niet kan, dan ga ik wel oké zijn, is dat ook oké? Nee, je laat gewoon geen ruimte voor B, C, D en tot Z. Nee, het is gewoon het eerste dat je kiest en daar blijf je bij. Het maakt niet uit als het niet onmiddellijk lukt. Blijf gewoon opnieuw proberen. Want dat is de angst om te falen is bij mensen zo groot dat ze liever niet springen en gewoon maar blijven zitten waar ze zitten, dan te gaan voor het ultieme dat ze diep van binnen voelen dat ze zouden kunnen ontvangen en ervaren. Maar stel je dan, ja, dat ik dat heb en dan verlies ik dat weer. Ga ja, weet je, ik zal maar gewoon dan kiezen met wat ik heb. Hoe vaak dat ik niet gehoord heb. En mensen zeggen, wees blij met wat je hebt. Ja, ik ben ook dankbaar met wat ik heb, maar ik wil ook meer. Ik bedoel, dat is het enige waarom dat je rondloopt. Om altijd maar nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe dingen te ervaren. Als je weet hoe dat is om met een kleren op een Corsa te rijden, dan is dat logisch. Hij zegt van, ik wil een keer een andere auto, ik wil een keer een ander merk, ik wil een keer een andere ervaring. Dat is ook de reden waarom dat ik bijvoorbeeld het meeste van mijn geld investeer in ervaringen en niet in voorwerpen. Want voorwerpen, ja, zijn mijn voorwerpen. Het is de waarde die erin geeft en aan insteekt. Daar gaat het over. Maar dat is ook iedereen, dat is geen oordeel, dat is mijn keuze. En dat is voor iedereen anders. Als jij zegt, een eigen huis hebben is voor mij superbelangrijk, by all means, ga voor dat eigen huis en doe wat dat goed voelt voor jou. Dat is hetgeen wat ik ook elke dag tegen mezelf zeg. Succesvol zijn heeft niets te maken met geld. Succesvol zijn is wanneer je elke dag gelachen hebt, is wanneer je elke dag iets gedaan hebt wat je superleuk vindt. Dus ik heb heel veel succesvolle dagen, want ik doe de meeste dagen alleen maar dingen dat ik superleuk vind. En oké, soms zijn er dingen dat we moeten doen dat we niet leuk vinden, zoals boekhouding en belastingen betalen en al die andere dingen. Maar ook dan probeer je een manier te vinden dat weer klopt voor jou. Dat je jou weer goed voelt. En zo zeg ik bijvoorbeeld, de belastingen die ik betaal, dat is mijn bijdrage aan het grotere goed. En dat helpt degenen die het wat minder en wat lastiger hebben. En op die manier lukt het voor mij dan ook om met een positief gevoel ook dat geld uit te geven. Dus, moraal van het verhaal. Ja, er is een multiversum en ja, er zijn verschillende versies van jouw energie. Zowel hier in deze realiteit als in andere gelijktijdige realiteiten. En je kan beroep doen op de andere versies van jezelf. Maar je kunt ook gewoon kiezen om in die andere versie van jezelf te stappen.
En dat is het leuke aan werken met tijdslijnen. En ik ga het niet te moeilijk maken, maar eigenlijk komt het er gewoon op neer dat als jij nu een visie, een droom hebt, dat jij gewoon kan beslissen van kijk, ik moet daar niet in toe groeien, ik moet daar niet in veranderen. Ik kan gewoon vanaf nu die versie zijn. En dat is vaker dat je ook ziet bijvoorbeeld met mensen die op YouTube video's zetten, die zeggen, ja, ik heb mij getransformeerd, of ik heb mij, weet ik veel wat, hoe dat ze het dan benoemen. Dat is gewoon hier, de mind, ze veranderen gewoon en zeggen, oké, vanaf nu doen we dat niet meer, we gaan het op die manier gaan doen. En dat is de kracht die je hebt. Nu, voilà, ik ga het hierbij laten. Maar laat dus je eigen angsten en je eigen oude overtuiging, en zeker die van anderen, van ouders, van maatschappijen, van culturen, van religies, van dorpen of waar dat je ook in groeit, netwerken, jou niet tegenhouden. En daarom is het belangrijk om je te omringen met gelijkgestemden. En ook daarin is het super belangrijk om bewust te zijn van de energie waar dat die mensen in zitten. Dus op welke tijdslijn dat zij zitten. Het verschil gaat alleen maar groter worden, dus daarom is het ook net belangrijk om heel bewust ermee om te gaan waar jij zit, waar je naartoe gaat, wat dat jouw visie is en er niet voor te zorgen dat anderen jou tegenhouden. Dus je kunt niet te snel gaan in je groei, je kunt je wel jezelf heel hard en lang tegenhouden. Ik denk niet dat je dat wilt. Dus bij deze, kijk eens vandaag wat hetgeen is dat. Waar je jezelf nog tegenhoudt, waarin je nog jezelf saboteert. En dat zijn de dingen die je dit weekend mee aan de slag kan gaan. Voilà, tot de volgende. Dag!